iedereen. We gaan vandaag vlechten, maar steken. We gaan deze vlecht breien. Deze kan breder gemaakt worden als jullie dat willen. Hij kan smaller gemaakt worden. Ik begin met een basis van 3 kabels van 6 steken. Je kan ook 3 kabels van 4 steken gebruiken, of 5 kabels van 6 steken, of wat je ook wilt. Maar ik heb 3 steken gekozen omdat het beter zichtbaar is. Maar ik ga wel met mijn lapje verder gaan. Ik heb een paar rijen averechts gebruikt. Dus we gaan beginnen met 3 x 6, 18 in het midden van ons werk. Ik heb vorige keer gezegd, ik heb 40 steken opgezet. Dus moet ik aan het begin al steken averechts breien. En dan 3 x 6, 18 steken rechts voor onze vlecht. En dat is onze eerste basisnaald. En dan breien we de volgende rij zoals de steken zich voordoen. En dan breien we in de volgende rij onze eerste kabels. We zitten dus hier 2 rijen verder dan waar we begonnen zijn. Dus ik heb 2 rijen van mijn kabel. Ik ga mijn kabelnaald klaarleggen. Ik ga mijn beginsteken breien, een kant steken. En hier zitten we aan onze 16 steken voor onze kabels. We nemen 3 steken op een hulpnaald. We leggen ze achter ons werk. En we breien 3 steken, zoals bij een gewone kabel. En dan breien we de steken van de naald. We doen nogmaals hetzelfde. We doen dit in totaal 3 keer de breedte van onze vlecht. En we doen het nog een keer. Dus hebben we 3 identieke kabels en we breien verder tot aan het einde. De volgende rij breien we zoals de steken zich aanbieden.
nu dus onze 18 steken van onze vlag. Die breien we afrechts. En dan de rest rechts. Dus dat is onze basis van onze vlecht. Nu gaan we nog twee rijen breien, nog een heengaande naald en een teruggaande naald. En dan gaan we verder. En we zitten ondertussen, ik heb verder gebreid tot aan mijn vlecht. Dus dit is ons eerste deel. We gaan voor ons tweede deel. Breien we eerst drie steken rechts. Onze kabelnaald. We nemen drie steken op onze kabelnaald. We leggen ze vooraan deze keer. En we breien drie steken rechts. En we breien de steken van de hulpnaald. En we doen nogmaals hetzelfde, want nu doen we het maar twee keer. En we breien de steken van de hulpnaald. En onze drie resterende steken van onze vlecht. En dat is het eerste gedeelte. We gaan een naald teruggaan, terugbreien onze averechtse kant. En terug de steken zoals ze zich aanbieden. We zien dat we er geen verliezen. Maar waar ze gekruist zijn, moet je altijd goed opletten. Toch zeker in het begin. Want na een paar kabels wordt dat kinderspel, maar... En, zo ziet u, dan breien we nog twee rijen, gewoon de steken zoals ze zich aanbieden, en dan beginnen we weer opnieuw. Dan doen we weer drie. Elke kabel bestaat uit vier rijen, en we verspringen elke keer van het type kabel. Drie steken achter ons werk is de eerste soort, drie steken voor ons werk is de tweede soort. En als we er doorgaan, krijgen we dit effect, de vlecht. En meer is er niet aan. Dus veel oefenen. En lekker doorbreien. En dat is het voor deze keer.
Tot de volgende.